Ja, en dan blikken we nog even terug op alle activiteiten rondom 80 jaar Market Garden. Want ook in het afgelopen weekend vond er nog van alles plaats. Zo vond een drielde jaarlijkse Polenherdenking plaats. Hiermee worden de 1003 Poolse militairen herdacht die in Driel landen om deel te nemen aan de Slag om Arnhem. Deze keer was ook premier Dick Schoof aanwezig. Their wreath will be laid on behalf and in loving memory of all Polish soldiers who fought here in Driel, but also across the Rhine in Oosterbeek. Ieder jaar wordt in Driel de Poolse bijdrage aan de Slag om Arnhem herdacht. Door de komst van de Poolse parachutisten konden Britse militairen in Oosterbeek geëvacueerd worden. De landing van de Poolse parachutisten was voor de Duitsers zo'n grote schok dat ze meteen 5 bataljons verplaatsten. Alleen al daardoor konden de Britten hun strijd langer volhouden. En met een moed die maar weinigen gegeven is, weerstonden de Poolse militairen na de landing de Duitsers en probeerden de linies van de ingesloten Britten te versterken. Tijdens de herdenking was er ook aandacht voor de situatie in Oekraïne. In Polen, het land van onze bevrijders, wordt het nog directer gevoeld dan hier. En daarom is het zo belangrijk dat Polen, Nederland en andere landen elkaar vasthouden en steunen in de NAVO en in Europa. En dat we daarin onverzettelijk en onvermoeibaar zijn. Het moet. Het moet, omdat het alternatief ondenkbaar is. Laten we met elkaar de geschiedenis ongelijk bewijzen. En ik ben ervan overtuigd dat iedereen hier een steentje aan kan bijdragen, aan vrede en aan vrijheid. Ook vond er zaterdag een speciale editie plaats van de Sunset March. Elke avond tijdens zonsondergang wordt de Sunset March gelopen over de stadsbrug de Oversteek. Al precies 10 jaar lang. De ene keer lopen er een paar deelnemers, soms loopt er zelfs maar 1, maar zaterdag was dat wel even anders. Tijdens de Sunset March XXL liepen duizenden belangstellenden over de brug, terwijl de stadsverlichting 1 voor 1 aanging. Elke avond, wanneer de zon langzaam achter de horizon verdwijnt, wordt op de brug de Oversteek in Nijmegen een ritueel uitgevoerd. De Sunset March is een dagelijks eerbetoon aan 48 geallieerde soldaten die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit jaar wordt er 80 jaar vrijheid gevierd en ook 10 jaar Sunset March. Dit jubileumjaar wordt er een XXL-editie gehouden. Burgemeester Bruls zei er het volgende over. We hadden 5 jaar geleden zo'n 7.500 mensen. Het weer is natuurlijk fantastisch. We zitten op een zaterdag. De belangstelling voor alle herdenkingsbijeenkomsten is groot. Maar ik vind het heel lastig in te schatten. En bij wandelaars en lopers heb ik 1 ding geleerd. Die verzamelen zich echt in de laatste minuten voordat we van start gaan. Dus ik kan me zo voorstellen, we staan hier nu tot er straks achter ons toch al een paar duizend mensen staan. De Sunset March begon in 2014 en heeft sindsdien geen enkele dag overgeslagen. Zelfs tijdens slecht weer of in tijden van lockdowns niet. Elke avond bij zonsondergang neemt een veteraan, nabestaande of simpelweg inwoner van de stad de verantwoordelijkheid op zich om de mars te lopen. Iedereen kan en mag de Sunset March lopen om te herdenken. Ja, iedereen kan meelopen, hè? Elke avond. Je moet alleen even goed op je kalender kijken wanneer de zon ondergaat. Dus je moet wel goed opletten. Dus als je van laat naar bed gaat, moet je in de zomer lopen en anders maar in de winter. En tot slot werd in Heumen een week van herdenkingen rond 80 jaar Market Garden zondag afgesloten met een bijeenkomst bij het Marishuis. Afgelopen week waren er tal van herdenkingen in de gemeente die te maken hadden met operatie Market Garden. Vaak gaat het in dit verhaal over de bruggen bij de Rijn en de Waal. Maar naast die locaties speelde Heumen ook een belangrijke rol tijdens Market Garden. Ook het oversteken van de Maas was natuurlijk een cruciale oversteek. We hebben het natuurlijk altijd over de Rijn en over de Waal. Maar dat bij de brug bij Grave en de sluisbrug bij Heumen een hele belangrijke rol hebben gespeeld in de opmars bij Market Garden. Dat is toch wel weer overduidelijk ook aan de orde geweest. En dat vind ik ook belangrijk om dat te benadrukken. De herdenkingsweek werd afgesloten met een herdenking voor jazzmuzikant Boy Edgar. Boy Edgar was tijdens de Tweede Wereldoorlog assistent huisarts in Amsterdam en Heumen en redde toen als verzetsman talloze Joodse kinderen.
Een kant van Edgar die nog niet bij iedereen bekend is. Nou, het verhaal wat we hier vandaag vertellen over Boy Edgar. Iedereen in Nederland kent hem als jazzmuzikus. Hij is altijd heel terughoudend geweest in het vertellen van zijn verzetsverleden. Dat wordt nu nog wel eens expliciet benoemd. En ik vind dat wel heel mooi. En daar hoor ik dingen in die ik echt nog niet wist. En dat komt natuurlijk ook omdat zijn dochter hier is, Jane Edgar. En zijn echtgenote, waar hij mee getrouwd was tot zijn overlijden, Gerry van der Kleij, de Nederlandse actrice. En zij geven toch ook wel het belang van het herdenken aan door hun aanwezigheid hier vandaag. En dat vind ik heel bijzonder. Als eerbetoon aan Boy Edgar onthulden zijn dochter en vrouw een plaquette met het verhaal van het verzetsverleden van de muzikant. Daarnaast was er natuurlijk ruimte voor muziek. Iets waar hij na de oorlog beroemd mee werd. Er wordt zometeen jazzmuziek gespeeld. Natuurlijk als eerbetoon in muziek voor Boy Edgar. Gerry van der Kleij is er, Jane Edgar is het. Op een plek, het Marishuis, waar Jacques Maris heeft gewoond en gewerkt. Ook actief in het verzet. Er komt heel veel samen zo op deze zondag. De einde van een herdenkingsweek waar we op verschillende momenten en ook verschillende aspecten aandacht hebben gegeven. Burgemeester Jurie Minses van Heumen sluit daarmee een week vol herdenkingen af rond 80 jaar vrijheid. Ik heb die ervaren als een hele intense week, maar ook een hele mooie week. Een week om vooral ook dankbaar te zijn. Want we hebben in de gemeente Heumen een aantal momenten gehad waarop we echt expliciet bij een aantal bijzondere gebeurtenissen hebben stilgestaan. Het heeft diepe indruk op mij gemaakt. Het blijven herdenken van de vrijheid is heel belangrijk, ook 80 jaar na dato. Het is urgenter dan ooit, zou ik bijna willen zeggen, om nu stil te staan bij wat 80 jaar geleden zwaar bevochten is. Om te voorkomen dat we het nog een keer kwijtraken, moeten die lessen geleerd worden. En dat moeten we ons blijven herinneren en blijven beseffen dat die vrijheid heel kwetsbaar is. En dat je er iedere dag je uiterste best voor moet doen om dat te behouden. Ja, op ons YouTube-kanaal staat een speciale playlist met alle Market Garden reportages die we de afgelopen week hebben gemaakt.